de laatste twee wedstrijden behoorlijk van genoten. En het is begonnen. Sam de Wit. Met een van zijn bekende passes. Maar deze komt niet aan. Daar gaat hij. Afaker. Maar net op tijd allemaal terug. Die, met name het centrale trio. Maar weer Afaker. Krijgt die bal toch weer voor. Nou. En daar komt hij. Tjonge, dit is de eerste grote kans. Dan levert hij zomaar weer de bal in. En dat betekent dus een kans. Eindhoven. Kijk, en dat is ook nog iets wat ik nog wel kan herinneren van de vorige wedstrijd. DVS halve mogelijkheden en dan geeft hij ze meer volgens een keertje gas. En ja. Is er zo een doelkans. Nou. Ja. Dat is een pracht van een poging van Basiel Camara. Hij dacht wat Sam de Wit kan, dat kan ik ook. Leuk om naar te kijken. Mogelijkheden. Nicky, weer een verkeerde paas. Zijwaarts. Weer die schietgrage Eindhoven. De derde kans. En eigenlijk gecreëerd door DVS zelf. Roemion dan nu. Op snelheid. En Basiel weet hoe snel Roemion kan zijn. Roemion. Nou, nu dan. Laat hij toch iets moois zien. Ja, niet te geloven. Stef Nijland. DVS op een 1-0 voorsprong. Toch die actie van Roemion. En daarna, omdat de cameraman precies ervoor stond, zag ik het niet. Nou, ik kan je wel vertellen, want het was inderdaad Roemion die een soort Zidane-roulette, noemde ik zo'n dingetje deed. En toen kwam hij bij Frank Olijven. En via Olijven, ja, hij viel een soort van op zijn schoen, denk ik. Voor de voeten van Nijland. En dat was net voldoende. Ja. Kracht zat er achter die bal, zodat Jamie Schaaf voor de 9e keer dit seizoen geklopt is. Dat is nog niet zo vaak, maar leuk voor de wedstrijd, Piet. Ja. Leuk. En groeit met de week wel hoor. Nu ruimte voor Roemion. Voor de pot is Lars Huber. Kan hij zijn kont erin draaien? Nou, die moet je afdrukken. Jongen. Beter krijg je hem niet hoor vandaag. Korte draaicirkel. Maar het was net voldoende voor Basiel Camara om er een voetje voor te krijgen. Hulleman wilde daar Afaker wegsteken. Geen probleem. Oeh, jochie. Ja, wat een ongelooflijk vervelend moment. We waren er al bang voor. Hier kun je niks tegen doen. Bal stuit op een vervelende manier. En ik denk Robin Eindhoven die is toch wel lang genoeg om hiervan te profiteren. Stef Nijland. Metertje of 4 vanaf de bal. Dus een aanloop van 4 meter. Spanning stijgt. Beter kunnen ze eigenlijk niet liggen, Piet. Ja, die ligt echt op een fantastische plek. Hij staat wel heel haaks op de bal. Geen muurligger. Komt-ie. Schot. Daar kon nog maar net ietsje tussen. Toch knap onder controle gebracht hoor. Van Beekman. Beekman. Daardoor nog steeds gevaar. Prachtig. Heel mooi. Goede combinatie. Voorzet. Voorgekopt. En vervolgens erbij. Eindhoven. Ja, dit is er eentje uit het boekje. Afaker slingert hem met veel gevoel achter de defensie. Bal wordt teruggebracht door Knuijman. En Eindhoven, koud kunstje om hem zijn tweede van vandaag te Begint maken. Begint toch weer bij Afaker, hè? Romeo. Gaat terug. Zet de bal daarvoor. Nou, helemaal niet gek hoor. Aardige poging. Lars van Wetering.
Roland Baas heeft wat ruimte om hem in te brengen. Crowther kan hem klaarleggen. Sam de Wit, leg hem maar eens aan. Dat is helemaal niet gek. Metertje lager en het was Schaap die aan de bak zou moeten. Lopen elkaar een beetje in de weg, Crowther en Van Wetering. De scheids vindt het mooi geweest. We klokken hem op 96. Nou, dat lijkt me redelijk. DVS verliest. En DVS verliest van IJsselmeervogels met 1 tegen 2. Wij gaan straks nabeschouwen. En we wensen jou en u een goed weekend. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. En dan zijn we er weer in Katwijk.